Mazzola. Vijf spelers van Inter Milaan in deze ploeg. Burnic, Facchetti, Bertini, Mazzola en Boniseia. En daar even iets wat op een Italiaanse aanval geleek. Maar laten we ze niet onderschatten. En een vrije trap wegens protest van Boniseia. We weten niet waarom dat protest van een dame. Dox. Overtreding van Menetti. Dolmans van Moer. Goed schot. Oh, tegen Van Imstaan. Semmeling. Komt er goed uit. Verheijen. Semmeling. Nog maar eens neergelegd. Door Facchetti. En nu maar duimen. Tweemansmuurtje staat er dicht. Ja! Van Moer! Van Moer! Oh! Van Moer, de kleine Van Moer. Kracht van een doelpunt na 23 minuten. Dat zo belangrijke doelpunt is er. Die fout van Dox. Grote wedstrijd van Jean, maar ook van de 10 andere Rode Duivels tot nog toe. En 11 met Polonis erbij, Capello. Mazzola. Boniseia. Mazzola. En Antis, mooi hoe die dat deed. Dox. Lambert. Van Imst vraagt de bal. Goed doorgestoten, Paul doet hier. Ja! 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 Wat een doelpunt! Wat een doelpunt! Een pracht van een pas van Lambert. Hier krijgen we het opnieuw. Dox, zeer goed doorgestoten. Lambert, en dan kijken naar die pracht van die pas. Van Imst goed vertrokken. En dan in de vlucht. Naast Albertosi. 2-0. Oh. Na 27 minuten. Benetti. Ola, ja, strafschop. Overtreding van Eilens. En de zwaarste straf. Ja, we mogen niet chauvinistisch zijn. Riva, kanonschot of geplaatst? Kanonschot en 2. Met nog 4 minuten officieel, iets minder. Geen kans voor Pio. Ging nog kans naar de goede hoek, maar te hard. En dan wat moeilijk is zeer laag. Nu wordt het op de tanden bijten. En duimen.